Ja, dankjewel. Tot de volgende keer. Doeg. Waarom zegt Anne dat jij vreemd gaat? Oh, lekker. Ik lust wel een biertje. Dat zegt ze niet zomaar. Nou, ik ga wel naar de koning. Nee. Ik kan misschien met Anne gaan praten, maar moet ik wel weten wat er is. Is er iemand anders? Nee. Ik heb met iemand geappt. Dat is alles. Waarschijnlijk niet over voetbaluitslagen. Nee. Het was... Ranzig? Pikant. Maar heb jij niks met het meisje gedaan? Nee. Nou ja... Wel, maar daar was Anne bij. Of nou ja, ze was er niet bij, maar ze vond het oké, dus... Ja. Anna en ik, wij hebben... geswingd. Als in... partnerruil. Was dat jouw idee? Anna vond het ook goed. We hebben samen een ander stel uitgekozen, Kevin en Juna. En daarmee hebben we afgesproken in de Rozenboom. In twee kamers. En toen vond ze het uiteindelijk toch niet... ja, kon ze het niet aan. En dat vond ik oké. Jammer, maar oké. Dat heb ik ook gezegd. Dus, En ondertussen heb jij nog steeds met die Juna. Ze betekent niks voor me. Anna, alles. Nog zo eentje? Nee. Ik heb 3 zieke serveersters, dus ik moet nieuwe roosters maken. Dat is geen neurochirurgie, toch? Volgens mij kan je nog wel een borreltje gebruiken. Doe er nog maar eentje. Ja, tuurlijk. Hoe heet ze? Met wie je op vreemd gaat? Mevrouw Slet. Getrouwde vrouw? Hoe ben je daar achter gekomen? Of ze getrouwd is, weet ik niet. Doet er ook niet toe. Sowieso geen zin om over die slang te praten. Nog minder over Job. Het zit je hoog, hè? Vervelend. Ik dacht dat het zo goed ging tussen jullie. Is dat vreemdgaan een symptoom? Hey, soms helpt het om met iemand erover te praten en ik kan goed luisteren. Je hebt me al geholpen. Bedankt. Heb je hem betrapt? Nou, alles laat sporen na. Daar had Job even niet op gerekend. Wat voor sporen? Zo zie je maar. Alles komt altijd uit.